In Veenendaal is vanmorgen rond 4 uur een rampkraak gepleegd op kledingwinkel Boa Vista. Met een busje is geprobeerd om de pui van de zaak in de hoofdstraat eruit te rijden. Dat is deels gelukt, de schade aan de pui is groot. De politie zou minstens 1 persoon hebben aangehouden. In april werd ook al een rampkraak gepleegd op de kledingwinkel. Daarvoor is 1 verdachte aangehouden. Wij zijn boos. Wij zijn kwaad. 300 bewoners zijn gisteravond geïnformeerd over de mogelijke komst van een tippelzone naar de Meern. Bewoners mochten aan wethouder Victor Everhart vertellen wat ze vinden van de komst van straatprostitutie in hun dorp. Die overweegt om vanaf 2020 een tippelzone in te richten aan de Botijken. Het dorp blijkt massaal tegen en de angst zit er goed in bij de bewoners. Het is een loesje bedrijf. En dit wil je gewoon eigenlijk niet hebben. En die wordt eigenlijk een beetje door onze strot geduwd. Zo voelt het nu wel. De bouw van de biowarmteinstallatie in Lage Weide gaat vandaag officieel van start. Aan de Atoomweg wordt symbolisch de eerste paal de grond ingeslagen. De heiwerkzaamheden zijn vorige maand al begonnen. Er was veel kritiek over de komst van de duurzame energiecentrale. Omwonenden en politiek twijfelden of het plan wel echt zo duurzaam was. Vanavond besluit de Utrechtse gemeenteraad definitief of het Domcarillon 's nachts blijft spelen. Sommige bewoners van de binnenstad klagen over de muziek die ook 's nachts elk kwartier te horen is. Eerder werd al bij een commissievergadering aangegeven dat de meerderheid van de gemeenteraad het carillon gewoon wil laten spelen, ook in de late uurtjes. Dan nog het weer. Tijdens de ochtend is er nog wat zon, maar al snel valt er een enkele bui. 'S Middags regent het veel en wordt het maximaal 14 graden. Tijdens de avond en de nacht neemt de regen langzaam af en wordt het zo'n 10 graden. Dit was Unieuws. Kijk voor meer nieuws op onze app of op rtvutrecht.nl.